Maandag 13 mei 2024. Camera's staan aan, lampen knipperen. Dit in tegenstelling tot gisteren, toen mijn videovlog van de looptraining mislukte. Dus we gaan even wandelen hier. Ik moet oppassen voor overstekende kabouters. Zoals je net zag op dat bord. Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur. En nou vraag je je af, waar ben ik? Nou, dat zal ik je vertellen. Dit is namelijk Nationaal Park De Grote Peel. En ik moet even de Google Maps aanzetten en 4G, dat was ik even vergeten. Ja, ik moet verschillende dingen doen. Dus even kijken, Google Maps. Ja, waar gaan we naartoe? Helemaal doorlopen zo. En dan zo weer helemaal terug. Dan heb je denk ik al een uur gelopen, denk ik. De vogelobservatiepost zien we hier ook. Dan zien we even waar we uitkomen. En waar ligt Nationaal Park De Grote Peel? Wel nu. Dat is in de provincie Limburg. Daar zitten wij. Om precies te zijn bij de Ospelse dijk tussen Meijel en Ospel. Dat is ongeveer vanaf Uden naar minder dan een uur rijden, 55 minuten. Ik ben even mijn wandelstok aan het africhten. Tussentijd kijken we even naar de natuur. Dat is misschien even handiger. Ongeveer een uur. Dat is de bedoeling, tenminste als ik niet verdwaal. Maar dat komt allemaal goed tegenwoordig met het internet. Dus die kans is niet zo heel erg groot. Ik doe eigenlijk hetzelfde wat Bianca Ekkerman ook altijd doet. Maar die doet het elk weekend. Die gaat dan naar Leiden toe. Of naar Amsterdam of naar Venlo zelfs ook nog. Allemaal met de trein. Ja. Dit is gewoon echt heel mooi hier. We gaan gewoon even de wandelstokken gebruiken. Die ik ook van Via heb gekregen. Dit is ook mooi hè, hier. En het is hier gewoon echt heel stil, hè? Even rustig kijken. Ja, het ligt eigenlijk grofweg tussen Helmond en Weert. En je zit ook niet zo ver van de Belgische grens en van de Duitse grens af. Want als je zo'n 20, 25 kilometer verderop, misschien nog wel minder, rijdt, dan zit je gewoon in Neerpelt. In Vlaams Limburg. En als je richting Venlo gaat, wat ook niet zo heel erg ver is, misschien een half uurtje rijden, dan zit je zo in Duitsland. Die kant op gaan. Ik ga toch even voor het avontuurlijke. En dit is een overzichtskaart. Ja.
groot beeld, 40 minuten. 3 kilometer circa 1 uur, 6 kilometer 1,5 tot 2 uur. We kijken wel even. Ik ben niet de enige zoals u hoort. Kijk wel eventjes. Het doet een beetje denken aan het Robbenoordbos, hè? Als je in de schaduw loopt, dan is het best uit te houden. Dan loop je in de zon, zoals gisteren. Met hardlopen, dan is het hard werken. En gisteren schijnt ook de Leidenmarathon te zijn geweest. Dan zijn mensen echt gewoon onwel geworden. Ja, je moet goed getraind zijn en als je het niet vertrouwt. Wat ik vaak heb, als het 25 graden of warmer is. Dan ga ik niet lopen. Maar gisteren was het dan dat ik liep een graad of 23. Even kijken, als het zo gaat, ga je waarschijnlijk terug. Dus dan wil ik nog eventjes hierin. Plassen in het water. Dat was een kuiltje. Ja, ik heb het op mijn bucketlist gezet. En je weet niet hoe vaak je hier terugkomt. Want vorig jaar heb ik ook gezegd van ik kom wel nog wel terug bij de Maasduinen. Dat is over 2 weken precies een jaar geleden dat ik voor de eerste tot eindige keer geweest ben. Dus misschien dat ik dat over 2 weken ga doen. Als ik tijd en zin heb. Het schiet me zo ineens binnen. Het is gewoon schitterend dit.
er nog meer mensen. Even kijken. Oké. Wij gaan aan de kant voor u. Hoor. Ja, rustig aan hoor, rustig aan. Nee. Daar is veel, man. Ja, ja, maar. Oké, okay, rustig. Ik ga de weg voortzetten. Oké, okay, dank u wel. Ja, succes, hè. Dank u wel, hetzelfde. Ja, het is breed genoeg. Mensen zijn aan het genieten van de natuur, net zoals ik. Even kijken. Nou. Oh. Waar ben ik nu eigenlijk? Daar gaan we even kijken. Kan ik hier niet zo goed zien. Nou, ik kan niet zo goed zien. Ik juist, ja, als ik hier terug ga, dan ga ik weer terug naar het begin. We zijn hier net zo'n kwartier, dus we gaan nog even verder lopen. We zijn heerlijk aan het wandelen, nu is de zon even weg. Dat is vanaf Uden, het is net zo ver rijden als dat je naar het Robbenoordbos toe rijdt. Of vanuit Purmerend naar het Robbenoordbos toe reed. Of dat ik toen ik van Purmerend naar Petten reed of naar Bergen. Nou, Petten niet, Petten is verder. Petten Purmerend is een langer rijden. Maar het is qua tijd, duurt het net zo lang als dat ik vroeger van Purmerend naar het Robbenoordbos reed. Of van Purmerend naar Bergen. Naar Schorlse Duinen. Een kleine 50 minuten rijden dus. En dan rij je binnendoor via de N279. Als er een beetje wind staat, dan is het tenminste nog een beetje behagelijk met dit soort temperaturen van 24, 25 graden. Anders wordt het toch wel een dingetje. Goedemiddag. Hallo. Ja, gisteren had ik ook kunnen gaan.
Toen was het wel erg druk naar de recreatiegebieden. Voornamelijk naar de kust, maar ook naar de nationaalparken. Hier ook. Dat is nog steeds goed. Dat zak niet in. Koekoek. Misschien is het nu even kunnen kijken. Even kijken. Waar zit wij? De Moosdijk is het. Daar heb ik mijn auto staan. En hier ben ik. En dan kan je zo doorlopen en zo weer terug. En zo hier. Nou, ik denk dat ik dat doe. Dus ik loop nog rechtsaf. En dan weer rechtsaf en dan terug. Nou, ik ben nu al zeker zo'n 20 minuten bezig, schat ik in. Daarom dan ben ik ongeveer een uur onderweg geweest en dat is wel even lekker. Je zit hier dus tussen Ospel en Nederweert. En Nederweert ken ik omdat ik daar wel eens met de auto langs ben gereden via de A2. En Weert natuurlijk, dat zit ook hier in de buurt. En Meijol ken ik omdat ik daar wel eens een volleybaltoernooi heb gespeeld met mijn broer en vrienden. Bij volleybalvereniging Peelpoes. Ik weet niet of die volleybalvereniging nog bestaat. Dat was hier ook in de buurt. Ik zou best kunnen dat het hier in de buurt van de Grote Peel is geweest, want het was een buitentoernooi. Dit spreek ik echt over ruim 30 jaar geleden. Ik denk dat het ergens 1992 of 1993 is geweest. Precies. En ik ben hier wel eens in de buurt op vakantie geweest. Luiks-Gerstel. Zie je ook een stukje verderop. In Brabant. Valkenswaard. Goedemiddag. Goedemiddag. Mensen zullen wel denken als ze mijn tongval horen. Die komt van heel ver. Ja. Ik ben in Purmerend geboren, ik woon tegenwoordig in Uden. Purmerend is ver weg hier, vanaf hier. Uden is nog wel een heel stuk dichterbij. En dan gaan we direct daar ergens rechtsaf. En dan moet het goed komen. Dan heb ik in ieder geval de hoofdpaden betreden, dat vind ik wel even belangrijk. Dat het wel dan
gewoon hardlopen of zo. Ja, je kan hier natuurlijk wel een trouwrun houden. Ik weet niet of dat echt gewenst is. Vraag me af. Gaan we direct daarheen. Ik ga heel eventjes zitten. Wat ik in Oostenrijk ook doe. Dus ik kan wandelen binnen in de bergen met Via. Tot zo. Nou, daar zijn we weer. We hebben even gerust hier op het bankje. Minuutje of 5 à 10. En dan gaan we zo teruglopen. Dan zijn we, we zijn nu een half uur bezig geweest. Als we zo teruglopen, dan op een gegeven moment daar ergens aan rechts toe gaan. Dan gaan we ook zo terug. Dan zijn we met een half uur, 35 minuten bij de parkeerplaats. Misschien als ik wat meer tijd heb in de toekomst, dat ik dan even wat langer hier verblijf. Eigenlijk een beetje te laat weggegaan, maar goed, dat merk je achteraf pas. Dan gaan we weer een houten dam over. En beter als ik daar even mijn stokken niet gebruik, want anders blijven die tussen zitten. Ras. Ja, je moet je niet van afvallen, lijkt mij. Maar het is breed genoeg dus. Een beetje hobbelig. Je moet niet struikelen en vallen. Een beetje rustig lopen. Houd maar niet op, joh. Lopen over deze houten dam.
mensen aan. Zo. De Mar was via een vriendin toen nog in Friesland woonde en nu in Wijchen woont. Daar hadden ze ook zo'n uitkijkpost. Dan kon je, net als, dan kon je vrij ver kijken. Richting Buitenpost, Hardengerijp, aan de onderkant richting Drachten. Kijken. Nou, ik hoef niet speciaal die grote dingen stop. Dit vind ik al hoog zat. Even kijken. Zo, zijn we wat bomen omgekapt of omgewaaid? Eén van de twee. Zo laten liggen. Daar hebben we overheen gelopen. Is dat het pad wat ik bedoel? Dat is het pad wat ik bedoel. Ik kan ook doorlopen. Dat is een doorlopende weg, zie ik. Ik kan beter gewoon via de uitkijktoren, want daar staan we dus nu. Dat pad nemen. Richting de in- en uitgang. Nou, dat is even goed nog een half uur lopen, dus schat ik me ongeveer in. Mensen zitten te picknicken. Dat is ook weer voor.
beter ook andere stokken gebruiken. Zorg voor wat meer stabiliteit. Ja, ja. Geniet van de stilte. Zo lekker dit. Echt geweldig. Dit is zo lekker dit. Lekker hoe noemen ze dat? Je hoofd legen, wat je ook met hardlopen kunt doen. Je ook met wandelen doen. Gewoon lekker genieten ook van de omgeving. En hier weer zo'n bankje. Daar zit alleen geen leuning op. Wat staat daar nou? Houtsculpturen, R. van Wijik, Wijlik, R. van Wijlik, oké. Okay. Ik dacht eerst met Wijk, met CK. Dat had ook gekund, hè?
het lijkt een beetje frisser te worden. Nu die wolken voor de, langs de zon schuiven, zeg maar, als het ware. Voelt het gelijk ook wat koeler aan. Met die wind erbij. Ja, het is gewoon... Voor deze maand is het mooi weer. Eigenlijk een beetje ook te warm, hè. Want het is nog maar lente. En dit zijn eigenlijk al zomerse temperaturen. Zoals afgelopen zaterdag ook en vrijdag en gisteren. En dan schijnt het weer wat frisser te worden. De komende dagen, maar van het weekend is het weer rond... Of net boven de 20 graden. We lopen nog steeds rechtdoor. Je moet niet in telgang lopen, zoals het heet. Maar dat doe ik ook niet. Kijk maar. Steeds water, hier niet. Ja, daar, verderop, als je goed kijkt.
Ja, daar is een kruispunt ergens verderop waar die mensen voorbij kwamen. En ik denk dan, dan ga ik even weer op de kaart kijken, want ja, ik ben hier niet bekend natuurlijk. Dat wil ik liefst natuurlijk niet verdwalen. Niet dat ik niks bij me heb, want ik heb verschillende spullen bij me, dus ik kan overleven als het moet. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik ga zo even op de telefoon kijken weer. Hoe wij naar de parkeerplaats toe kunnen gaan. Want daar zitten we, denk ik, gevoelsmatig niet zo ver vandaan. Dan zitten we hier bij het kruispunt. Hier even kijken. Even kijken. Telefoon. Ik zit inderdaad hier niet zo ver vandaan. Dus ik moet nu zo naar rechts. Ja. En dan moeten we naar links op een gegeven moment. Dit heet de Peelboerderij, dat huis. Zo blijkt. Nou, we zijn er zo dus. Even kijken. Kruiden en vlindertuin. Oké. Je zit hier echt in de kraamkamer van Moeder Natuur. Ja, dit is de grote peel. Er zit er vlak bij, dus. We gaan even verder lopen. Hier zijn we geweest. Hier zijn we aangekomen. En dan ging dat pad en daarin. Dus dat klopt wel. Dus dan gaan we nu terug. Ja. Je moet het eens beleefd hebben, zeg ik altijd maar. Hè. Nou, bij deze gedaan dus. Even van het water hier genieten. Goedemiddag. Goedemiddag.
Nou, zo lopen we het Nationaal Park de Grote Peel uit. Even uitkijken voor de verkeer op de weg. Ja. Ja, dan kom je uit bij het pannenkoekenhuis. Zo. Even kijken, ik denk dat het beter is dat ik even oversteek, want daarnet ging ik via de berm. Maar volgens mij moet er een mogelijkheid zijn om via het terrein van het pannenkoekenhuis de auto te benaderen. En dat moet kunnen volgens mij. En dan was deze even inklappen. Kijk waar de auto staat. Die staat daar, zie ik. Maar moet je even weten. Aldoende weet men. Nou, dat was het dan. Ik zeg bedankt voor het kijken, mensen. Voor het bekijken van deze live video. Dat is wel een tocht. Mensen, de mazzel.